Dit is het verslag van de laatste week van de zomerschool, 2024. Er was een leuke dagtocht naar Vreeswijk. Een bezoek aan de historische scheepswerf met wetenswaardigheden over de binnenvaart. En 's middags een rondvaart. Interessant. En zomaar zo dicht bij huis. En aan het eind van de week het slotfeest. Nostalgische spelletjes op het grasveld voor het Annengebouw. Met een heerlijk nazomerzonnetje. Daarna een terugblik en een bedankje voor de vrijwilligers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claire en Theo en Evie ontbraken nog. Daarna een heerlijk buffet. Met heel veel salades klaargemaakt door de mensen die erbij waren. En een patatje aan de kraan. Er waren dit jaar 650 boekingen voor zomerschoolactiviteiten. En tijdens de nazit op het slotfeest vroegen we mensen wat nou hun leukste ervaring was. De waterdag. En die vond ik ontzettend interessant. Heel leuk om dat Huidekoper hele terrein daar eens even te verkennen. Wat was het leukste dit jaar? De theaterlessen, die vond ik voortreffelijk. Daar heb ik zo van genoten. Ik vond het voetbal het leukste van de zomerschool. En ik vond het zo leuk dat ik het voortaan elke week ga doen. Dankzij de zomerschool. Ik vond Franeker echt heel bijzonder. Omdat dat 250 jaar geleden bedacht is door iemand zonder alle dingen die je tegenwoordig hebt om het gemakkelijk te maken. En dat dat nog steeds helemaal werkt. En wat was er dan zo leuk aan dit slotfeest? Vandaag eigenlijk ontzettend leuk, omdat er allemaal verschillende dingen gedaan werden. En iedereen genoot van het weer, het eten en de gezelligheid. Ik vond het grappig dat er allemaal simpele, leuke spelletjes op een grasveld waren en heerlijke zon. En dat ik zag dat iedereen zich amuseerde. Het zit erop. De 15e editie van de Zomerschool 2024. Tot volgend jaar!